وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hoe ga je om met Allah subhanahu wa ta'ala? Elke dag gaan wij op veel verschillende manieren met schepselen om. We praten tegen mensen. We bedanken hen. We hebben ze lief. We vragen hoe het met ze gaat. Maar er bestaat één vorm van omgang die je alleen bij Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala mag hanteren. En dat is de aanbidding. Je dient alleen Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Er is geen God dan Allah, alleen hem aanbidden wij, tot hem behoren de gunsten en goede lofprijzingen dus. Wij aanbidden hem met een zuivere toewijding, al zouden de ongelovigen dat haten. Dus de vraag die we ons vandaag gaan af afvragen is als volgt. Hoe ga je om met Allah subhanahu wa ta'ala als je hem aanbidt? Wat Allah subhanahu wa ta'ala het meeste haat is afgoderij. En wie de aanbidding aan iemand anders behalve Allah toekent, begaat afgoderij. Ibrahim had Allah subhanahu wa om iets gesmeekt. Als we dat zouden overpeinzen, dan zal de mens zich nooit meer beschermd voelen tegen afgoderij. Ibrahim riep Allah subhanahu wa aan met: in een vertaling, zoals Allah subhanahu wa zegt: Houd mij en mijn zonen ervan, ervan af dat wij afgoden zouden aanbidden. Vreesde Ibrahim, a de vader der profeten, dat hij afgoden zou aanbidden? Om wat zouden wij dan moeten smeken? Om wat zouden wij dan moeten smeken? Velen sluiten uit dat zij in afgoderij kunnen vallen. Terwijl er een soort van afgoderij bestaat die onder veel moslims verspreid is. Hoe kunnen moslims in afgoderij vallen? Het is de riya, oftewel het pronken dat de profeet de verborgen afgoderij noemde omdat het van veel mensen verborgen is. Dit is de soort die de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam het meest voor ons vreesde. Zo zei hij in een vertaling, wat ik het meest voor jullie vrees is de kleine afgoderij. Riyah. Goed. Waarom vreesde de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam de Riyah voor ons? Het probleem van de Riyah is dat de pronker goede daden verricht. En er veel moeite voor doet. Maar aan het einde al zijn beloningen verliest. Waarom? omdat hij de lofspraak van mensen wenste. En tijdens de beloning in het hiernamaals zegt onze Heer tegen de pronkers: Gaat naar degene bij wie jullie in het wereldse pronkten en kijkt. Kunnen jullie bij hen een beloning vinden? Dus krijgt hij geen beloning na in het wereldse hard gewerkt te hebben. Ja, want zijn intenties waren niet zuiver naar Allah subhanahu wa ta'ala gewijd. En Allah subhanahu wa is behoefteloos en jaloers en accepteert geen deelgenoot in zijn aanbidding. De profeet sallallahu alayhi liet weten dat Allah subhanahu wa zegt in een vertaling Ik ben de meest behoefteloze onder de afgoden. Wie een daad verricht waarin hij een deelgenoot aan mij toekent, hem laat ik samen met zijn afgoderij. En daarom zeggen sommige geleerden, zeg tegen degene die Allah niet zuiver aanbidt, doe geen moeite. En er is een probleem die we vandaag willen oplossen. Nou, die willen we vandaag de dag gaan oplossen. Sommige mensen hebben altijd het gevoel dat ze reëel gaan. Dat fluistert namelijk de shaitaan, alayhi, hen in. En de shaitaan doet hier uiterst zijn best voor. En de, wat hetgene wat de shaitaan ook telkens influistert, is ook hetgene waar hij moe van geworden is. Wat moet hij dan doen? Er zijn drie vragen. Als we deze drie beantwoorden. Is het probleem opgelost? De eerste vraag: Wanneer je een aanbidding verricht, ben jij degene die bepaalt om wel of niet reëel te begaan? Of doet de shaitan dat namens jou? Het antwoord is natuurlijk: Ik natuurlijk. Dus jij zelf bent degene die dat bepaalt. De tweede vraag: Degene die jou influistert dat jij reëel begaat en verhindert om nederig te aanbidden, is dat een engel of een duivel? Een duivel natuurlijk. Goed, de laatste vraag, en dat is vraag 3. Wat de aanbidding betreft, rekent Allah jou af op jouw beslissing of op de invluistering van de shaitaan? Het antwoord is op je beslissing natuurlijk. Waarom ben je dan bang voor iets waar Allah jou niet op afrekent? Laat hem maar invluisteren. Laat de shaitaan maar invluisteren. Beste mensen, ria' wordt niet onder dwang begaan. Jij, jij kiest vrijwillig om deze wel of niet te begaan. En weet jij waarom jij geen ria' begaat? Omdat jij... Je aan dat gevoel van Ria ergert. Iemand die Ria wil begaan zou zich niet aan dat gevoel ergeren. Dus negeer de Shaitaan, anders vergroot het namelijk zich in jouw hart. Intendeer en neem de zuivere toewijding, oftewel de ikhlaas, de zuivere intentie. En al dan zou de Shaitaan jou daarna duizend keer, miljoen keer willen influisteren dat jij Ria begaat, zal dat bij Allah niet zo zijn. En het probleem is opgelost. Dus als je afstand van Ria neemt en ikhlaas voelt, zul je een heel goed leven leiden. Je zult geen mooier. Of aangename gevoel in jouw hart vinden. De ikhlas houdt in dat je al jouw daden en aanbiddingen aan Allah subhanahu wa ta'ala toewijdt. Zonder je. Ja. Dus je behandelt je ouders goed. Al bevoorrechten ze jou boven jouw broers en zussen of andersom. Dus dat ze jou niet bevoorrechten. Dus jou als minder behandelen. Je geeft de arme geld al zouden de mensen dat niet weten. Het belangrijkste is dat Allah het weet. En de engelen jouw goede daden registreren oftewel opschrijven. Jij hoeft tegenover je vrienden of schoonfamilie niet te pronken over je goede manieren. Maar behandel ze goed, al doen ze niet hetzelfde terug. Het belangrijkste is, beste broeder en zuster, het welbehagen, de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Als je Allah subhanahu wa ta'ala tevreden hebt gesteld, welbehaagd hebt, is alles anders onbelangrijk. Als jouw liefde oprecht is, zal alles makkelijk zijn. Want alles wat zich boven de stof bevindt, is slechts stof. Ik hoop bij uw zoetigheid te vinden wanneer het leven bitter is. En ik hoop dat u tevreden bent wanneer de schepselen boos zijn. En ik hoop dat onze band sterk is, al is mijn band met de mensen gerioneerd. Wat wil je van de mensen? Het belangrijke is dat jij het paradijs binnentreedt. Hecht geen belang aan hun lofspraken, of aan complimenten die ze jou geven. Of de directeur wel of niet weet dat je hard werkt en geen fouten maakt, weet jij niet zeker dat Allah dat wel van jou weet? Weet zeker dat een schepsel jou niet de waarde en het recht die jou toekomen zal kunnen geven. Maar Allah subhanahu wa ta'ala weet het meeste over jou. En hij zal jou meer geven dan je verdient. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de vertaling. Wie met een goede daad komt, voor hem is er een beloning als tien daarvan. Dus als je altijd op deze manier nadenkt, hoef je geen aandacht te schenken aan iemand die je niet waardeert. Want jij werkt niet omwille van hem. Vele stoppen met het goede behandelen van hun familie en vrienden en het goed verrichten van hun werk als ze daar geen waardering voor ontvangen. Hij hoort niet te stoppen omdat hij het niet omwille van hen doet, maar omwille van de beloning, de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala. Het belangrijke is ook dat jij, en het belangrijkste is ook, dat jij de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen hebt. Ik zal je een duidelijk voorbeeld geven. Stel dat jij een pen handelt. De waarde van één pen is een euro. Dan komt iemand naar je toe en zegt, een handelaar, kan die pen van jou... Kopen voor 10 euro. Zou je dan die pennen hem verkopen? Tuurlijk. Alleen zegt hij dat er geen probleem is. Jij denkt: oké, okay, je zegt dan zal hij niet betalen? Hij zegt hij zal wel betalen, maar dan zeg jij: wat is het probleem dan? Het probleem is dat deze handelaar niet glimlacht. Glimlacht hij niet? Nou, ik zou zeggen: kan mij dat schelen? Hij hoeft voor mij niet te glimlachen als ik maar tienvoudig betaald word. Dus mijn winstpak. Goed. Behandel je ouders dus goed zodat jij je zegeningen ontvangt. Het maakt niet uit of ze jou daarna wel of niet goed behandelen. En of ze dan wel of niet glimlachen. Jij krijgt sowieso jouw zegeningen en beloningen van Allah subhanahu wa ta'ala. Als Allah je voor jouw jou goede behandelingen tienvoudig beloont. Hoef je geen belang aan hun reactie te hechten. Of aan de complimenten die je krijgt. En als je dit toepast. Zul jij je in je leven aan geen enkele kwetsing ergeren. Is het geen prachtig gevoel? Is het niet een geweldige wijze. Om je hierin te kunnen sturen Beste broeders en zusters Probeer hetgeen we hebben gezegd alsjeblieft Uit en je zult merken Dat je middels deze zuivere intentie Jouw hele leven verandert En verandert naar gelang De tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala Ik wens een ieder Die gekeken ook heeft Heel veel succes om dit te praktiseren En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala Om het voor jullie en voor ons allemaal makkelijk te maken en ik wil je nog vragen, beste broeders en zusters, voordat we gaan afsluiten. Zorg ervoor dat zoveel mensen ook hiervan profiteren. Stuur dit bericht door en abonneer je op het kanaal uh, waarin deze video ook wordt uh, gestreamd. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala voor jullie allemaal te waken. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu laik. Walhamdulillahi rabbil alameen. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين